Het feminisme, is dat volgens jullie doorgeslagen? Ja, zeker weten. In welk opzicht? Het is gewoon zo doorgeslagen dat feminisme nou alles behalve goed doet voor de vrouw, wil ik zeggen. Hoe bedoel je? Wat heb je voorbeelden daarvan? Ik weet niet hoe ik het goed moet uitleggen, maar het is niet ten goede voor de vrouw meer. Tenminste, ja. Niet voor vrouwen zoals ik. Ja. Nou, ik denk dat we op het punt zijn gekomen dat we niet eens meer kunnen definiëren wat een vrouw is. Ja. Zover is het eigenlijk. Het feminisme ik volg niet helemaal. Leg uit. Nou ja, wat is een vrouw nu? Weet je? Het feminisme bestaat nu uit veel meer onderdelen dan waar de eerste volg het over ging. Weet je? Dat was het eerste begin. Nu hebben we de LGBT-gemeenschap die erin mee is genomen. Ja. En dat transvrouwen nu ook dezelfde rechten moeten hebben als vrouwen. En dat is gewoon twee verschillende doelgroepen. Die je gewoon niet met elkaar moet mengen, naar mijn mening. En in welke opzichten is het dan nog meer doorgeslagen? Nou, je bent een feminist als je lekker met je tieten bloot op internet staat en lekker minirok. En weet je, dat is nou feminisme. Ik mag mijn lichaam laten zien. En hoe bloot, hoe beter. Zo is dat voor mij. Niemand mag wat zeggen over mijn vrouwelijkheid, want dit is mijn lichaam en ik ben een feminist. Zo is het doorgeslagen, vind ik. Ja, ik ga ook niet met mijn tieten bloot op internet. Nee. Maar het mag wel. Ik ook niet, hoor. Ja. Nee. Jij ook niet? Nee. Maar iemand wel? Die zit... Mag ook. Maar jullie zijn feministen van de eerste uur. Het is flauw, maar waarom denk je dat? Dat begrijp ik niet. Nog één keer? Ik begrijp niet waarom je dat denkt. Nou, ik zal het je uitleggen. Het wordt nou zo gezien van... Ja, ik weet ook niet hoe ik het moet uitleggen, mijn gedachtegang. Misschien snap jij wat ik bedoel? Ja, Jessie? Ik denk wat Zeynep bedoelt, is dat er heel veel dingen die niet zoveel met feminisme te maken hebben onder het mom van feminisme worden gegooid. Om een verklaring te geven voor bepaalde gedrag. Ja. Maar wat dan, bijvoorbeeld? Een gebrek aan bijvoorbeeld traditionele waarden, normen en waarden. Zeg, zoals? Ik wil geen kinderen, ik wil niet trouwen, ik wil niet dat de man werkt. Ik wil het allemaal zelf doen. Ja. En dat is allemaal prima, maar wanneer je dan niet tevreden bent met je leven en alleen eindigt met katten en Gucci-tassen, dan gooi je dat onder het mom van ik ben feminist en ik ben prima tevreden. Okay. En ik denk maar wie zijn die feministen dan die jullie kennen? Ja, die zijn er wel. Die maar was de seksuele vrijheid, was dat ook niet een belangrijke rol binnen de twee? Uiteraard, was dat belangrijk. Misschien dat ze dat bedoelt. Maar seksuele vrijheid is ook de vrijheid om bijvoorbeeld wel of niet bloot. Dat is een uitingsvorm die mensen sociaal misschien op social media kunnen doen. Maar seksuele vrijheid gaat simpelweg over het niet veroordeeld worden om keuzes die jij als persoon wil maken op seksueel vlak. Dus of dat nou is dat je zegt, ik blijf... Ik heb nooit seks. Of dat het is, ik heb... Heel veel seks. Heel veel seks. Ik heb seks voor het huwelijk. Of alles ertussenin. En dat de enige die daarover mag oordelen jij zelf bent. Maar is dat niet een beetje naïef om te doen alsof oordelen zijn, die zijn er. Maar de gevolgen van jouw acties, die zijn in de realiteit. Dus als jij ervoor kiest om een bepaalde levensstijl te leven, dan moet je niet gek opkijken dat andere mensen daar iets van vinden. Ja, net en zoals bijvoorbeeld, jullie als je dus om lachen om haar tieten. Vrij... Verhaal. Maar ik probeer het nog even te begrijpen. Hè? Want ik zal even een feitje, dames en heren. Dat het INO Research heeft ook onderzoek gedaan of mensen vinden dat het feminisme is doorgeslagen. En onder de mannen in Nederland, volgens onderzoek, vindt 37% dat. Dat is best veel, vind ik. En ruim 28% van alle Nederlanders vindt dat het feminisme is doorgeslagen. Maar als we nou even kijken naar de verworvenheden van het feminisme. Anticonceptie, abortus, stemrecht. Zeker. Recht om te mogen werken, recht op onderwijs, recht om niet verkracht te worden in je eigen huwelijk. Ja. Is dat dan recht om met andere vrouwen te trouwen als je daar behoefte aan hebt? Is dat dan wat jullie betreft dan ook niet goed? Nou, een aantal van deze dingen zijn uiteraard bijna primaire levensbehoeftes en die moeten altijd worden beschermd. Ja. Maar een aantal, maar dat zijn ook niet meer kwesties van tegenwoordig. Ik betwijfel dat mensen zich zorgen maken over hun kiesrecht als vrouw zijnde. Nee, okay. Die rechten hebben we al behaald, toch? Ja, dus waar vecht je voor? Maar in welk opzicht is het dan doorgeslagen? In dat alles wat een vrouw doet, wat eigenlijk niet zozeer met traditie te maken heeft of iets aparts is, wordt op de rug van feminisme gegooid. En daar wordt dan een discussie over gestart. Als iemand, bijvoorbeeld wat ik net zei met die tieten bloot, als je daar wat van zegt,
dan mag dat niet meer, want ik ben een feminist, ik mag dat. Dat bedoel ik. Ja, maar dat vind ik meer misbruik van feminisme. Maar dat dan wordt feminisme. Nou wel dus gedaan. Daar hebben we het nou over. Oké, okay, ik wil even Emma. Jij doet hier heel veel onderzoek naar. Emma, is de traditionelere beweging, die is er. Is dat ook een tegenreactie van het feminisme? Ja, dat is een reactionaire beweging. Ik denk dat het misschien ook goed is om te zeggen, ik heb een heel aantal vrouwen gesproken die zich met die conservatieve waarden, die zich daarbij thuis voelen, Bonicia onder andere, maar nog meer vrouwen. En wat ze eigenlijk allemaal zeggen is, die combinatie van zorg en werk is mij te veel. Ja. Alleen het verschil bij Tradwives is dat zij zeggen, het feminisme is het probleem. En het verschil met feminisme is dat zij, feministen is dat zij zeggen, het feminisme is niet ver genoeg gegaan. Want we moeten zorgen dat die taken beter gedragen kunnen worden door vrouwen. We moeten zorgen dat die kinderopvang gratis wordt. We moeten hen daarbij helpen. En is wat feministen zeggen. Dat is wat feministen zeggen. Het is allebei een andere kant op met hetzelfde probleem.